Dit is het COVID-19-journaal, een programma van het ministerie van Volksgezondheid waarin u wordt geïnformeerd over zaken rond COVID-19 die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Nog niet eerder sinds COVID-19 zijn intrede deed in Suriname afgelopen maart, zijn zoveel personen op de intensive care afdeling nog wel op hetzelfde moment verpleegd. Op de ICU van diverse ziekenhuizen komen patiënten terecht die dusdanig zwaar getroffen zijn door het coronavirus dat de functie van andere vitale organen vermindert. Dan is ook het punt bereikt dat de ziekte de meest ernstige vormen heeft aangenomen. Op de IC worden met name de hart- en longfuncties dan extra in de gaten gehouden. In dit COVID-19-journaal gaan we in gesprek met dokter Bernardo Panca. Hij werkt als internist-intensivist op de IC-afdeling van het Slans Hospitaal en het Sint-Vincentius Ziekenhuis. Een COVID-19-besmetting kan maken dat de zuurstofspanning in het bloed sterk afneemt, waardoor de patiënt kortademig wordt. Als de patiënt is opgenomen in intensive care bij COVID, dan is het in de meeste gevallen betreft het dus een kortademige patiënt. Iemand met dus een COVID-pneumonie, ze hebben dan een lage zuurstofsaturatie, zijn heel kortademige mensen en die moet je dan ondersteunen op de intensive care. Als de intensivist erbij komt, samen met het team, een verpleegkundig team, en dan kijken we dus naar de patiënt. En aan de hand van de zuurstofspanning gaan we dan beslissen als iemand met zeg maar, een zuurstofkap maximaal zuurstof krijgt en daarbij dus verbetert. Als het niet gaat, dan zal zo iemand dus met behulp van de machine ondersteund moeten worden. En dat kan op twee manieren. Het kan dat je dus de machine met een maskertje aankoppelt op het gelaat van de patiënt. En zo geef je dus die persoon wat ondersteuning bij de ademhaling. En je probeert de persoon natuurlijk op zijn gemak te stellen. En probeer alles in werk te stellen dat hij dat ook of zij dat ook accepteert. En dan gaan we bekijken, in een paar minuten gaan we dan kijken van hoe pak die het een beetje op. Wordt de kortademigheid minder? Wordt de zuurstofsaturatie of de zuurstofspanning beter? Als blijkt dat dat toch onvoldoende is, dan moet zo iemand dan in slaap worden gebracht en aan de beademingsmachine dus worden gelegd. En dat doen we dan met behulp van het brengen van een buisje in de luchtpijp. En dan wordt zo iemand dus via de machine dan beademd. COVID-pneumonie is heel ernstig. Vaak zien we dat mensen, ondanks ze ook aan de invasieve beademing zijn, dat ze toch ook een lage zuurstofspanning kunnen blijven houden. Om dat enigszins te verbeteren, plaatsen we de patiënten vaak dan heel snel al in buikligging. Zo bewerkstelligen we vaak dat de mensen hun zuurstofspanning toch daarbij verbeteren. En gedurende de opname is er dan steeds kijken met de ondersteuning van de machine van hoe het gaat met de beademing. Vaak doet het toch een aantal dagen alvorens die persoon wat gaat verbeteren. Bij een verbetering van zijn zuurstofspanning dan kan je dan gaan kijken als je de persoon weer in rugligging kan plaatsen. En dan ga je beoordelen als dan ook de zuurstofspanning goed blijft. Lang niet altijd is het geval. In sommige gevallen lukt het wel, maar niet, lang niet altijd lukt dat. Omdat je een hele ernstige ziekte van de longen hebt. Je moet je voorstellen dat in de long komt er heel veel vocht te zitten. Je hebt ook hele kleine stolsetjes in de longvaten. Dat alles bemoeilijkt de gaswisseling in de longen bij mensen met een COVID-pneumonie of COVID-longontsteking. En het is vaak een heel langdurige behandeling. Het duurt een paar weken vaak voordat we iemand van de beademing kunnen krijgen. En uiteraard, ze komen met een COVID-pneumonie binnen. Maar ze zijn ook vatbaar voor andere infecties die ze ook kunnen oplopen op de intensive care. En dat kan ook maken dat de behandeling langdurig voortgezet moet worden. Dr. Panca gaat verder in op de toestand van patiënten die voor een andere dan een longaandoening naar de ICU moeten. We moeten hierbij vooral denken aan personen met een verminderde hart- of nierfunctie. Daarnaast zijn er ook andere organen die last kunnen hebben van de COVID. En die betrokken zijn bij COVID. Zo zien we ook vaak dat mensen lage bloeddrukken hebben. Als gevolg van een ernstige ontsteking. De bloedvaten worden doorlaatbaarder, waardoor er ook vocht uittreedt. Mensen krijgen lage bloeddrukken, geraken in shock. COVID-aandoening die kan ook het hart aantasten. Waardoor ook de pompfunctie van het hart verminderd kan worden. En daar zijn ook zaken waar we ook rekening mee moeten houden. En vaak moeten we dan ook medicijnen geven om de bloeddruk te ondersteunen. Om die lage bloeddrukken dus op te vangen. Ook infuus worden gegeven.
En niet zelden zien we ook dat de nieren het begeven. Hè? Dat mensen dus ernstige nierfunctiestoornis hebben, waardoor ze de afvalstoffen niet zelf uit het lichaam kunnen verwijderen. En dan moeten ze dus niervervangende therapie ondergaan. Zulke patiënten worden dan aan de dialyseapparaat geplaatst en dan worden ze dus gedialyseerd. In de volksmond gezegd gespoeld. Behalve dus de longen, het hart en de nieren zijn ook andere orgaansystemen die aangetast kunnen worden. We zien ook vaak leverfunctiestoornissen. Patiënten die zijn vaak ook heel onrustig, verwaard. Dat heeft ook te maken enigszins met lage zuurstofspanning, lage bloeddruk. Maar het kan ook het geval zijn van de ernstige ziekte zelf, dat men dus al die neurologische verschijnselen ook laat zien. Dus meerdere systemen worden dus, orgaansystemen zijn dus betrokken bij COVID-ziekte. En de behandeling is dus veelzijdig. Er is helaas geen specifieke therapie voor COVID. Naast de ondersteunende maatregelen, wat betreft dus het beademen van de patiënt, ondersteunen van de bloeddrukken, zijn er ook geneesmiddelen die we geven. Eén van is zogenaamde dexamethason, dat is ook in de media ook eerder verschenen. Dat is een geneesmiddel dat niet specifiek voor COVID is, uiteraard, maar het wordt wel gebruikt bij tal van aandoeningen, met name auto-immuun aandoeningen. In een studie in het buitenland is gebleken dat mensen, COVID-patiënten die behandeld werden met dexamethason, dat zij een betere kans hadden om het te overleven op de intensive care. Dat heeft ertoe geleid dat wij ook hier in Suriname ons protocol daarin hebben aangepast en ook patiënten dexamethason krijgen op de intensive care. En eigenlijk al in een voorstadium, ook al als ze in het ziekenhuis binnenkomen en zuurstofbehoeftig zijn, wordt er ook al met dexamethason gestart. Zoals ik eerder aangaf, bij een COVID-pneumonie zien we ook vaak dat, behalve dat er vocht in de longblaasjes zitten, zie je ook dat er kleine bloedvaten ook verstopt kunnen raken met wat we noemen trombi, kleine stolsetjes. Om dat tegen te gaan, in ieder geval te voorkomen dat het verder voortzet, geven we ook medicijnen die de stolling kunnen gaan beïnvloeden. Dat is dus heparine. En in ons geval geven we dus fraxiparine. En daarmee proberen we dus ook ziekteprogressie te voorkomen. Dat zijn eigenlijk zuurstof, dexamethason en fraxiparine zijn de belangrijkste dingen die we toedienen op de intensive care. Dus naast het beademen en indien nodig niervervangende therapie. Als we denken dat iemand ook een bacteriële infectie kan hebben, ja, want je kan COVID-pneumonie hebben, dat is dus een virusinfectie, veroorzaakt door het zogenaamde coronavirus, kan je ook een bacteriële ontsteking hebben. En als we dat vermoeden, worden uiteraard altijd standaard kweken ingezet. En als het vermoeden bestaat dat het naast COVID ook nog een ander verwekker, dus een bacteriële oorzaak is, dan wordt er ook antibiotica gegeven en zo breed mogelijk antibiotica. En op basis van de kweekuitslagen die volgen, kunnen we onze antibiotica behandeling gaan aanpassen. Dat is in grote lijnen dus de behandeling van de COVID-patiënt op de intensive care. Het is zo in een nutshell nu weer gegeven, maar u kunt zich voorstellen dat het in de praktijk heel bewerkelijk is. En wij als medisch specialisten, wij als doktoren, die zijn uiteraard aan bed en kijken hoe dat toe gaat. Maar heel belangrijk is ook de rol van de verpleegkundige, die eigenlijk van minuut tot minuut de patiënt in de gaten houdt. De patiënt is uiteraard aan de monitor, die wordt continu beoordeeld, maar ook de verpleegkundige die kijkt moet op allerlei zaken letten. Het is een hele intensieve behandeling, het is niet anders en dit is wat we nu moeten doen. Let wel, er bestaat geen therapie voor COVID-19, maar in geval van onderliggende aandoeningen krijgt de patiënt wel speciale medicatie toegediend. Vandaar dat voor bepaalde patiënten opname in de IC onvermijdelijk is. Ook voor medici en verpleegkundigen is de behandeling van COVID-19 patiënten een compleet nieuwe situatie. Dr. Panka vertelt wat een COVID-19 behandeling zo bijzonder maakt. Wat ook de behandeling van COVID-patiënten anders maakt, is ook de situatie, de omstandigheden waarin je moet werken. Je moet uiteraard volledig gekleed zijn in de personal protective equipment, PPE's. Dat betekent dus dat je een soort van coverall aan hebt, schort, handschoenen, mondkap en een hoofddeksel. En ook nog een face shield.
En dat zijn dus andere omstandigheden dan hoe wij normaliter werken op de gewone intensive care. En dat maakt het werk toch wel wat intensiever, wat zwaarder. Zeker ook voor doktoren, maar heel zeker ook voor verpleegkundigen die veel langere uren ook zeg maar continu aan bed zijn bij de patiënten. En dus dat zijn zaken die ook belangrijk zijn en dat het werk toch anders maakt en eigenlijk ook gewoon zwaarder maakt. Daarnaast heb je ook andere zaken die spelen voor de zieke mens, ook voor de familie. Bij een COVID-patiënt op de intensive care is het toch anders. Mensen kunnen niet op bezoek komen bij hun familielid. En dat is ook heel zwaar voor de familie. Ja. Je moeder, je geliefde, vader, broer of zus die liggen op de intensive care, man, vrouw, man uit. En je kan die persoon in de moeilijkste periode van zijn leven niet bezoeken. En dat is heel zwaar. We proberen dat enigszins op te vangen door met een videocall mensen toch in staat te stellen, contact te hebben met hun familie. Maar je kan je voorstellen dat het toch niet helemaal voldoet, maar het is een soort van tussenweg. Omdat we ook andere mensen ook moeten beschermen. Hè? Want je wil niet dat mensen onnodig risico oplopen om de intensive care op te komen en daar zeg maar, eventueel besmet te raken. COVID intensive care zorg is toch heel anders dan de normale intensive care zorg. Ook voor de patiënten die als ze enigszins verbeteren. Je ziet ook dat ze heel angstig zijn en ze weten ook dat als ze op deze keer zijn dat het heel lastig kan aflopen. Dus concreet gezegd dat ze kunnen overlijden. Dus er is een enorme stress. Je ziet vaak ook angst in hun ogen. Je moet ze dan ook praten. Je moet ook met ze praten en eventueel bepaalde medicatie geven om ze iets meer op hun gemak te stellen. Het is zwaar. Zo moet je het proberen om die hele intensive care periode doorheen te komen. En als ze verbeteren, dan is het ook nauwlettend vervolg hoe dat gaat. En een belangrijk ding, een belangrijk middel ook om mensen met een ernstige COVID-longontsteking te ondersteunen, te helpen, is ook de rol van de fysiotherapeut. En we zijn er ook heel blij om dat we ook fysiotherapeuten hebben die ook op de intensive care aanwezig zijn. Ook die behandeling voor te zetten, ook de patiënten daarbij te ondersteunen bij de ademhaling. En vaak dus de groep patiënten die nog niet aan de invasieve beademing zijn geraakt. Dus patiënten die nog met een kapje zitten of ondersteund worden met een masker en die je nog kan instrueren. Daar is de rol van de fysiotherapeut ook heel groot. En we zien ook dat we daarmee enigszins lukt te voorkomen dat patiënten verslechteren en aan de invasieve beademing kunnen geraken. Heel uitdagend is het altijd. Je weet niet hoe het afloopt. We weten dat als mensen de tijdens een keer komen, ze een grotere kans hebben om te overlijden. Helaas, dan op de normale intensive care. Dus het is altijd spannend en het hele team die zet zich uiteraard keihard in om dat zo goed als mogelijk te doen. En met de prachtige ondersteuning van de verpleging nogmaals en ook mijn collega's, collega intensivisten die ook het werk doen en mijn collega zaalarts. Dus ik kwam dan met het hele team, die biedt die ondersteuning. Dat is de situatie zoals het nu is. Al vanaf dag 1 is er door onze gezondheidsautoriteiten erop gewezen dat personen met onderliggende aandoeningen een hoger risico lopen bij een eventuele besmetting met het coronavirus. Zorg ervoor dat u helpt om deze mensen buiten de gevarenzone te houden door serieus de COVID-19 regels in acht te nemen. Tot slot een schietgebedje voor onze zorgverleners. De artsen en verpleegkundigen, iedereen in de keten van onze gezondheidszorg, die voorgaat in de strijd tegen COVID-19. Dank, hartelijk dank voor uw toewijding en inzet.